Hoi en goeiedag. Oh, Verona ligt. Hoi. Hoi. Lig je lekker te slapen? Koppelkast. Sorry dat je stoor in je slaap. Oh, wat leuk. Kijk dat potje. Aandacht. Ik moet echt ophouden. Maar kijk, hier is Blondie. Blondie is heel vies, dus ik vind het niet zo leuk. Ja, dat. Ik ga mijn spullen pakken en kijken of ze nog wat erbij kunnen. Welkom in het leven van Tessa. Wat krijg je dan te zien? Als je binnenkomt, ga je eerst huilen omdat je ziet dat je Blondie zo vies is. Dan ga je knuffelen samen met Blondie die heel vies is, waar je eigenlijk boos op bent. Kijk dan. En wie moet dit schoonmaken? Mieke! Oh nee, ik hou wel van haar. Stiekem. Gaat het goed? Ja, ze is wel weer wat stijver en sterker dan de laatste keer dat ik had gereden. Maar dat is natuurlijk omdat ik een tijdje niet heb gereden. Ja, ja. Goed zo, dan kijken of je hier zo uit aan kan draven. Wacht tot ze mooi zakt. Hou mooi die lossigheid om je binnenbeen. Ja, heel goed. Heel goed. Linkerhand mooi rechtop. Zo, dat is heel goed hoor. Zo, keurig. En dan een beetje schakelen. Een pasje terug en een pasje naar voren. Zo, ja. Maar jij voelt dat je overal die verbinding hebt aan de voorkant. En als jij al merkt of voelt, ze komt iets omhoog, knijpt dan iets in. Druk een beetje aan met je been. Zo, ja. Dat je eigenlijk zo snel bent dat je kunt voorkomen dat ze omhoog komt. Dus voordat ze iets omhoog is gekomen, heb je al een keer dichtgeknepen en aangevuld. Zo, zelf mooi los zijn. Goed zo. En dan kijken. Je hoeft niet zozeer midden eraf, maar zit er nog een beetje energie in dat achterbeen. En kan dat dan weer terug. Heel goed. Als je maar aanrechts goed die nagevelijkheid en verbinding kunt behouden, dan is het goed. Dus op rechts behoud je de nagevelijkheid. Voor je binnenbeen druk je die buik wat naar buiten. En dan mag je ze wat losser maken in die binnenmondhoek. Zo, ja. Goed zo, daar. Dat is mooi zo dit. Voelt het ook goed, denk ik, hè? Ja. Goed zo. En steeds voelen. Is dat achterbeen naar voren? Kan ik dan wat trager licht rijden, maar met het achterbeen erbij? Om je binnenbeen die buiging vragen. Om je binnenbeen die buiging vragen. Ja, heel goed. En zodra het lukt, gooi je niet die teugel los, maar dan begin je een beetje met je schouders ontspannen. Dan je bovenarmen, dan je onderarmen, dan je vingers ontspannen. Zo, en nu heb je meteen weer om je rechterbenen naar je linkerteugel. Zo, ja, zeker niet korter in de hals. Hier mooi naartoe aan blijven vullen. Dat je zo'n beetje vanuit je kuit zegt, hé meid, kunnen die achterbeentjes nog iets naar voren? Kunnen die achterbeentjes nog iets naar voren? Zo, ja, wordt het strak? Doe je meteen weer een beetje opzij drukken, een beetje invragen. Heel, ja, druk maar opzij, druk maar opzij. Hou die nagevelijkheid aan je linkerteugel. Goed zo, hartstikke mooi Tess. Je zit goed te rijden. Zo, ja, pas je naar voren en weer terug. Zo, dus je doet energie opwekken. Daarna wil je tempo ietsje terug, maar die energie behouden. Heel fijn dit. Zo, ja. Goed, en mooi vanuit je schouders los. Om je binnenbeen. Doe je straks. Kies daar wel even een goede plek voor, doe je aangaloperen. Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, zitten, achterbenen naar voren. Let op je linkerhand, dat die duim bovenop blijft. Goed zo. Steeds een stukje opzij drukken, steeds een stukje opzij drukken. En dan weer minder hard knijpen. Dus je houdt wel contact en verbinding. Die teugel komt niet los te hangen, maar je doet gewoon wat minder hard erin knijpen. Als het je lukt, mag ze nog iets ruimer galopperen. Iets zo met je kuit het achterbeen naar voren. Met je kuit dat achterbeen naar voren. Goed zo. Goed zo. Ja, dus kijk, jij voelt ook dat ze nog een beetje dit doet, hè, met haar hoofd. Ja. Dat is net ook een beetje balans. Dan mag je best achter een beetje aanvullen. Dus je drukt ze een klein beetje weg voor je binnenbeen en dan een beetje verruimen. Een beetje wegdrukken voor je binnenbeen. Dus je maakt ze eerst
los in het lijf en dan verruim je de pas. Je maakt ze los in het lijf en je verruimt de pas. Goed zo. Je maakt ze los in het lijf en je verruimt de pas. Goed zo. Ja. Merk je dat dan het hoofd stiller wordt? Ja. Goed zo. Ja, opzij. Heel goed. Heel goed. Blijf aanvullen. Zo wil je naar de draf, Tess. Met je been. En misschien zelfs een beetje met die lossigheid om je been. Ja, zit er dicht bovenop. Dat je ze snel weer mooi rond hebt. Is het te gehaast, doe je eerst een beetje opvang in je zit en drijf je daarna weer naartoe. In die draf mag je hetzelfde doen. Een beetje wegdrukken van je been, dus een beetje lossigheid. En weer een pasje naar voren. Beetje lossigheid, ja. En dan mag ze niet ronder worden. Ja, dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Dat is heel goed. Heel goed. En dan weer een beetje opvangen en weer aanvullen. Een beetje opvangen en weer aanvullen. Goed. Niet korter laten worden. Ja, goed zo. Goed gedaan. Zo een keer een overgang maken naar de stap. Neem daar mooie tijd voor. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed, ja. Goed, blijf eraan zitten. Dat de overgang echt is zoals jij dat wil. Ja, en meteen weer die lengte in die hals. Goed, meteen weer die lengte in die hals, zodat we ook lengte in de passen krijgen. Hartstikke goed. Zo dadelijk van hand veranderen, Tess. Goed hoor zo. Je zit goed te rijden. Oké, Tess. We gaan zo meteen aangaloperen van de stap naar de galop. Ja. Dan wil ik eerst even twee keer een overgang stap naar draf. Ja. Dat we weten dat die overgang goed is. En dan gaan we van de stap naar de galop. Goed zo. Blijf zelf mooi recht zitten. Ja, ja, een beetje wijken, een beetje wijven. Zo voelen dat je een beetje gebogen hebt. Ja, goed zo. Ja, en dan rij je naar de stap, maar voorwaarts met je kuit, hè? Voorwaarts aan je kuit. Ja, daar. Heel goed. En dan draaf je hier weer uit aan. Goed zo. Ja, wel die voorwaartse pas, hè? Voel je dat? Ja. Komt ze net een beetje terug, hè? Ja. Doe het nog een keer. Daar. Heel goed. Ja, dat is veel beter. Dat voelde je denk ik ook, hè? Ja. Goed zo. Maar de andere keren deze een beetje zo, wat ze zo met galopperen ook een beetje kan doen. Zo met dat kontje zo. Ja. En als ze dat, is eigenlijk een teken dat ze niet die voorwaartse pas gemaakt heeft. Ja. Goed zo. Je gaat nu in de stap alvast een beetje kijken, kan ik op me zitten een beetje terug, maar hem wel vlug aan mijn been houden. Dat je eigenlijk niet zo snellere pasjes krijgt, maar wel dat we een beetje meer energie in die stap krijgen. Dan moeten we straks goed opletten. We kunnen ook als een springruiter dit doen, hè? Hiera, galop. Ja. Maar ik wil heel graag dat jij het vanuit je bekken doet. Jouw zitbeenknobbels geven alvast die galop aan en dan druk je hem in de galop. Dus zitten en echt aan die achterbenen denken, die moeten aangaloperen. Ja, hartstikke mooi gedaan. En meteen dat linkerbeen weer lang. Op je linkerbeugel steunen, heel goed. Ja, dicht hem in de gaten houden. Dat je teugel ook zo op maat is, dat je ook heel snel kan voelen. Kan ik erin knijpen, een keer been geven en een keertje loslaten. Dan heb ik meteen die nagevelijkheid weer. Goed. Ja, pas je opzij als het strak wordt. Heel goed. Hou hem tussen je linkerbeen en je rechterteugel. En dan hier weer een beetje die energie opzoeken. Want dan wordt weer een beetje dat hoofdje te bewegelijk. Goed zo. Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Goed zo. Goed zo. Mooi die energie. Zo. Zo wil je weer terug naar de draftest. Maar weer aan je been. Aan je zit. Zak een beetje onderheen. Ja, en meteen weer rijden. Meteen weer rijden. Ja, goed zo. Beetje opzij voor je binnenbeen. Een beetje weggedrukt. Druk hem een beetje weg voor je binnenbeen. Ja, maar hou ze nagevelijk aan rechts. Kijk, want dan is ze aan links een beetje strak, Tess, of niet? Ja. Ja, dus wat je dan doet, Tess. Aan rechts wil je die naar, kijk eens. Aan rechts die nagevelijkheid en aan links een beetje die buik opzij. Dan kan ze die hals loslaten. Maar dan moet je wel contact op rechts zoeken. Dus je geeft met je linkerhand richting aan naar binnen, maar je duwt de buik naar buiten. Goed, ja, goed zo. Ja, vraag maar door. Zonder dat je sterk wordt, zeg je daar gewoon zo, mijn hand is even hier. En dan blijf ik gewoon even naartoe drukken totdat jij loslaat. Goed, en als zij loslaat, moet je ook meteen los in je spieren. Goed zo, ja, en hier weer een beetje energie opwekken. Dat je zegt, hey, komt het ook nog vanuit je achterbenen? Komt het ook nog? Ja, mooier dit. Zeker niet korter, hè. Kijk af en toe in dat raam dat hij niet te rond wordt. Het is heel mooi, maar het zit op het randje van te rond.
Goed. Ja, goed zo. En dat doe je goed met je hand als je maar meteen ook die achterbenen weer aanzet, hè? Dus die oren moeten omhoog, maar wel die achterbenen erbij. Oké, ga zo maar doorzitten. Ja, blijf rijden. Dus vanuit je linkerbeen naar je rechter teugel. Was ze echt ontspannen? Nee. Oké, nog een keer. Je gaat eerst aan je doorzitten werken. Zo, en dan ga je in je doorzitten kindje zeggen, een beetje terug, een beetje naar voren, een beetje terug, een beetje naar voren. Ben je nagevelijk aan rechts, ben je om je linkerbeen. Om je linkerbeen nagevelijk op je rechter teugel en dan losmaken op links. Ja, goed zo. Goed zo. Heel goed, zo. Daar kan je uit aangaloperen. Maar hetzelfde in je zit als met die vanuit de stap, hè. En meteen mooi die voorwaartse achterbenen. Dat je voelt dat je energie hebt. Ja, mooi. Heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja, gewoon een beetje gas bij als die bukt. Goed zo. Ja, goed zo. Zo weer terug naar de draf. Met je been tussen je linkerbeen en je rechter teugel. Dus dat is eigenlijk de andere. Als we rechtsom zouden rijden, is dat rechter teugel linkerbeen. Dus het liefst heb je de meeste controle tussen je binnenbeen en je buitenteugel. Zo, ja. Goed zo. En weer eraan denken. Dat neusje mag niet te ver terug. Goed, goed. Heel goed. En hier, omdat ze dus links een beetje de strakke kant was, heb je hem wel ook tussen je binnenbeen buiten teugel, maar zou ik wel ook verbinding op rechts houden. Dus rechtsom hebben we meer aan twee teugels. Ja, en weer kijken. Hebben we nog energie in dat achterbeen? En dan ga je weer een keer doorzitten. Dus ja, goed zo. Ja, blijf eraan rijden. Ik vind dat ze iets te veel naar links kijkt. Dus ik wil haar iets meer in de rechterbuiging. Ja. En ben soepel met je linkerhand, hè? Niet losgooien, maar als zij sterk is aan links, dat je niet terugtrekt aan links. Hou verbinding. Ja, goed zo. Dan ga je weer licht rijden. Goed zo. Rij je pasje naar voren. Alleen de reactie is genoeg. Dan mag ze alweer terug. Zo, ja. Hou dat neusje mooi van je af. Blijf die achterbenen naar voren drijven. Goed zo. Heel mooi. Ja, vul aan met je kuit. Hè? Want dan denkt ze, oh, als ik niet mag galopperen, zal ik wel naar de stap moeten. Goed. Hou die hand mooi voor je. Goed zo. Vul aan met je kuit. Vul aan met je kuit. Vul aan met je kuit. Dat je toch altijd zegt, die achterbenen naar voren. Zo rij je naar het halt. Met je been eraan. Ja, goed zo. Braaf. En dan draaf je weg en dan blijf je doorzitten. Goed zo. Heel goed. Weer een klein beetje schakelen. En dan meer om te voelen, heb ik energie en kan ik die energie weer in een rustige draf? Kan ik energie opwekken en kan ik die energie in een kleine draf behouden? Heel goed. Doe je weer een keer halt houden. Met je kuit eromheen. Dus dat ze aan je been, dus ook met de navel in halt. Ja, perfect vierkant. Stappen lange teugel. Goed zo. Ik zou hem lekker uitstappen. Heel fijn gereden, Tess. Lekker zitten rijden. Goed zo. Vanuit stap aangalopperen kan je best af en toe eens meenemen. Ja. Ook, dat is vaak ook gewoon om te weten of ze goed aan je been reageren. Als ik aan uitstappen ben, dat ik dan in galop aanspring om te kijken of ze nog wel goed aan mijn benen is. Ja, zeker. Zeker. Hartstikke goed. En het helpt dan heel veel als jij vanuit hier ook gewoon die galop aangeeft, hè? Goed zo. Uitgepraat. Heel erg bedankt voor de les. Top, geen dank. Het is vandaag maandag en we hebben een pakketje binnengekregen. En dit is een pakketje waar we al best lang op hebben gewacht. Ik denk een paar maanden. Ja, een paar maanden, ja. Het zal eind februari binnenkomen. Het zal eind maart binnenkomen, volgens mij. Ik ben best wel blij dat het binnen is gekomen, want dan kunnen we het gaan gebruiken. Deze keer iets voor mezelf, niet voor Blondie. Een komperdel. We can try it all. Ik hoop dat het normaal is. Het is very flexible. Dit is dan een hele beschermende body protector. Aan de achterkant heb je ook nog de skerming.
Oh, zo flexibel. Ja, lekker hè? Het zit ook een soort niet zo blokkerig. Is dat? Ja. Was die? Ik ben er blij mee. Kun je crossen? Yes. Samen met Blondie. We zijn inmiddels op stal. Blondie is vandaag gereden. Die verhaart hè? Heel erg. Kijk, allemaal haartjes. Ik was net ook met je aan het knuffelen zo. Er zitten allemaal haren in mijn neus. Ho. Ja, ik ben gisteren natuurlijk niet naar stal geweest, dus ik heb even heimwee verschijnselen. Verona zit helemaal onder de vogelpoep. Er zijn allemaal babytjes daar. Maar kijk. Helemaal vogelpoep. Daar zijn alle babytjes. Daar is vogelpoep. Het is vandaag woensdag. Oh, wat een pukkels. Wat een pukkels. Ik heb vandaag eerst school gehad, maar het is inmiddels de tijd van het jaar. Jezus, wat een pukkels. Oh, sorry voor mijn taalgebruik. Dat de vogeltjes gaan leren vliegen. Oh, ze zijn zo schattig. Wacht, ik ga het even laten zien. Kijk, daar zit er eentje. Een vogeltje. Daar zit er eentje. En daar zit er ook een paar. Kijk, nu zit er daar eentje. Daar en daar. En net zijn er daar twee weggevlogen. Ik ga even de paardjes in de molen zetten en dan ga ik naar het strand toe. Ja. Goedemorgen, middag, avond. Het is vandaag donderdag. Ik ben hier samen met Bokke. Hoi Bokke. Ik ga voer sjouwen. Dat heb ik net al gedaan met de oerbalans. Dus we hebben weer een nieuwe oerbalans. Maar dat moet ik ook even doen met de slobber. Dus... Yeah. Zeggen paardenmens sporten niet, maar dat doe ik zeker wel. Want ik moet met, hoeveel kilo is dit? Ik ga even kijken. 20 kilo paardenvoer sjouwen. Dus dan kan je dit gewoon, kan dat? Als er nu mensen voorbij komen, die denken echt wat. Maar dan kan je dit. We hebben de afgelopen tijd niet zoveel gefilmd. Want het was deze week heel warm, dus we hebben niet heel veel met de paarden gedaan. Ik ben ook best vaak naar het strand toe geweest. Dus ik heb toen vooral samen met mijn broer en mijn vader de paarden gedaan. Nu moet ik dit in die bak zien te krijgen. Oh, mijn rug. Voor mijn oude oma. We gaan eerst één schep. Hier. En twee schep. Want het is warm, dus ik kan maar één nacht laten staan. Anders gaat het best kimmelen. En dit is not what we want. Het is echt lang geleden dat ik een korte broek heb aangehad. Kijk. Dus is too lang geleden. Loopt steeds mensen voorbij als ik ga filmen. Dat vind ik niet leuk. Weet je wat helemaal raar is? Ik heb natuurlijk wat oudere vrienden. Nou ja, oudere. Zoals Marn. Marn is 18 en heeft rijbewijs gehaald. Ik zag hem vandaag wegrijden in een auto. En ik dacht, ja, ik ben nog maar 13. En zij is 5 jaar ouder. Dat kwam even bij me binnen van, ze rijdt weg in een auto. En ook bij Lieke, die rijdt weg in een auto. Dus het is even een besefmomentje van, ik ben heel jong of we zijn heel oud. Dus dat. But now I'm going to put the slobber hierin. Ik vind het nooit leuk, want ik ben altijd bang dat ik de helft van de slobber laat vallen. Nou, het zit erin hoor. Het zit erin met wat bloed, zweet en tranen. Het was niet leuk. Mijn rug heeft nu ook een hernia. Hoppatee. Dan ga ik hier even water erbij doen. Zo, de slobber is gemaakt. Ik moet nu 6 uurtjes staan, dus dat kan ik morgenavond geven. Ik ga nu even iedereen oerbalans geven. En hoe ben Paige? Dan ja, dan zie ik het dan wel weer. Ja.